De prijzen van de marktcenten in Ikeri zijn aan een aanpassing toe. De tarieven die momenteel gehanteerd worden, dateren uit de marktwet van 1973. Sindsdien zijn er geen aanpassingen geweest. De standgelden die in Ikeri worden geïnd zijn 60 SRD-cent per strekkende vierkante meter, vertelt marktmeester Noor Kodabaks. Het is volgens hem de hoogste tijd dat de tarieven worden aangepast naar de huidige economische omstandigheden. En met de ongeveer 600 standhouders kunnen we maar nauwelijks 700 SRD in van de standhouders per maand. Dat is meer kan je niet, want het is bij wet vastgelegd. En in dit kader om toch wel verbetering aan te brengen. Dus vorige districtsraad had een districtsverordening aangenomen om toch de marktgelden te laten aanpassen. Maar ik weet niet in hoeverre dat ding is, waar dat is blijven steken. Op het ministerie of bij het parlement, dat weten we nog niet. Maar in elk geval zitten we nog steeds met die verouderde wet en dan in het verlengde daarvan met de toen geldende markt staan gelden. Is er een prijs al berekend die zou moeten gelden in deze tijd? Nee, dat was toen, hè, 5 jaar terug. Dat is over. Maar die prijzen kunnen we aan de hand van de huidige situatie nog wel aanpassen. Maar dat moet middels een districtsverordening tot uitdrukking worden gebracht. Om aan extra inkomsten te komen, worden er ook zondagmarkten gehouden. Deze leveren op weekbasis meer op dan de normale vaste inkomsten op maandbasis, zegt Kodabaks. Deze middelen worden gestort in het districtsfonds. Kodabaks vertelt ook dat de standhouders bereid zijn een hogere prijs te betalen voor hun stand. Kijk, ze zijn allemaal bereid om het verhoogde tarieven te betalen. Hoor. Omdat dat ook mee gaat werken dat het onderhoud en zich van de markt ook een andere cachet kan krijgen. Welke onderhoudswerkzaamheden zou moeten worden aangebracht aan de markt? Kijk, we hebben hier wat oude hallen. En oké, dat is weer een ander verhaal weer. Als je merkt aan de overkant, die eerste hal die is helemaal verouderd. Dat is, daar heb je bijna geen toeloop meer. En die zou gerenoveerd worden een aantal jaren terug. Ik denk, als ik me niet vergis, was het 2012. Was er een IDB-project, of ja, IDB-middelen zouden markthallen worden gerenoveerd. Maar toen is dat on hold gezet met in het vooruitzicht dat er een rivieroververdediging zou komen. Dus dan zou dat eerst worden aangepakt en in het verlengde daarvan zouden dan de andere hallen worden aangepakt. Zou het gezicht van de markt op een andere manier aangepakt worden. De marktmeester van Ikeri, Noor Kodabaks, in gesprek met onze nieuwsdienst. Districtscommissaris Wirit Prakash Jumlusing voegt eraan toe dat er reeds stappen zijn ondernomen om de marktwet te wijzigen. Praktisch voor hem is dat de aanpassingen middels een staatsbesluit worden doorgevoerd.